tv-serie De Luizenmoeder weten we een beetje wat zich afspeelt in het basisschoolleven van kinderen, ouders en leerkrachten. Ik zeg we, mensen die geen kinderen hebben. En nu is er ook een boek over, De Schoolfabriek geheten. Het is geen satire. Het zijn tips voor ouders, geschreven door Eva Munnik en Sophie van den Enk, die eerder al het boek De Melkfabriek schreven over borstvoeding. Sophie, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Je hebt zelf twee kinderen, hè? Ja. Ik kwam jou eens een keer tegen op de parade ook volgens mij met je kinderen. En de jongste begint deze week op de basisschool. Is dat dan toch nog iets spannend? Nou, vind ik wel. Ja, zeker. En ik bracht haar vanmorgen dan voor een van de laatste keren naar de gastouder. En dan merk je dat zij zelf toch ook wel heel veel spanning heeft. Het was echt even bikkelen om hier op tijd te zijn. Want het, ik was iets van een Elsa-pop vergeten. Of dus ik was de stomste moeder ter wereld. En toen dacht ik, wat zit er een hoop spanning in dat kleine mensje. Maar bij moeder ook nog wel dus? Ja. Terwijl jij in dat boek allemaal dingen opschrijft waar de ouders zich aan kunnen en moeten houden misschien. Nou, dat was in de melkfabriek zo en dat is in de schoolfabriek niet anders. Ik vertel zeker niet hoe ik vind dat het moet of zo. Eva, Munnik en ik zijn samen heel erg op zoek gegaan naar ervaringen van andere ouders. En de mening, professioneel gezien, van deskundigen. Ja. Waaruit je dan een heel rijk beeld krijgt van hoe anderen het aanpakken en hoe je het zou kunnen doen. En dat inspireert dan om zelf je eigen pad te vinden. Ik heb dat, als gezegd, ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb dat boek gisteravond even door zitten kijken natuurlijk. En het ziet er sowieso vormgegeven heel mooi uit. Veel kleuren en inderdaad veel getuigenissen van mensen. Ja, dat helpt eigenlijk het beste om het gevoel te hebben, oké, ik ben niet gek. Dus iedereen worstelt hier een beetje mee en is op zoek naar hoe je dat dan het beste aan kan pakken. En het is nogal belangrijk, hè, je kind. Dus daar kan je je vast iets bij voorstellen, ook als je geen kinderen hebt. Dat je dat echt heel erg graag goed wil doen, dat lijkt me duidelijk. En dan is het best wel fijn. Ik zie om me heen wel mensen worstelen, ja. Gaan in een gemiddelde café zitten en je ziet al die ouders met toch een hoop spanning in het lijf, dan zorgen dat het allemaal een beetje netjes gaat, de tijd die ze daar doorbrengen. Nou ja, we willen natuurlijk heel erg veel van onszelf. En tegenwoordig combineren beide ouders vaak ook natuurlijk het hebben van kinderen met een baan. En je wordt wel ook heel veel gevraagd op school om te helpen. Veel meer eigenlijk dan vroeger. Dat geven leerkrachten nu ook wel toe. Maar dat is wel de manier om echt die leuke dingen naast school, zoals een uitje naar de bibliotheek of de kinderboerderij, te kunnen doen. Daar heb je echt ouders voor nodig om daaraan bij te dragen. En ja, hoe doe je dat als je dat dan ook nog moet combineren met al die andere dingen? En de maatschappij vraagt natuurlijk veel aan kinderen. Er wordt veel getoetst ook al bij hele jonge leerlingen. Maar bijvoorbeeld over die ouders, dat is grappig. Want ik heb natuurlijk die Luizenmoeder ook wel gevolgd. Ik geloof heel Nederland wel. En ik zag in jouw boek ook, zag je dus bijvoorbeeld zo'n appgroep waarin dan wordt gevraagd, jongens, wie kan er vanmiddag even meehelpen? En dan iedereen heeft een smoes. Ja, dan heb je zo'n hele appgroep vol met mensen. Nee, helaas, ja, sorry. Nee, dat is heel herkenbaar. De Luizenmoeder, we waren al bezig met dit boek en toen kwam de Luizenmoeder. Dacht ik, nou ja, wat dat kwam als een godsgeschenk, denk ik bijna. Ja, nou ja, het was ineens zoveel logischer om dit boek te schrijven en te voelen van, het is echt wel inderdaad een goed thema om mee bezig te zijn. En de Luizenmoeder is natuurlijk hilarisch en daar heb ik zelf ook behoorlijk om gelachen. Maar dit boek behandelt ook wel op dezelfde luchtige manier, zeg maar. Er zit ook een hoop humor in, hoor. Maar wel ook een beetje de serieuzere kant van, ja, hoe ga je daar dan mee om en hoe doe je een 10 minuten gesprek? En dan zit je met je man op de fiets en dan vraagt hij, hoe lang duurt dat eigenlijk, zo'n 10 minuten gesprek? Alle afkortingen komen ongeveer voorbij. Ja, inderdaad. De BSO, de TSO, de IB'er. Je komt echt in een oerwoud terecht van kreten en gewoontes waarvan je denkt, maar kan niemand mij eventjes nu even bij het begin beginnen? Vroeger stroomden leerlingen in gewoon aan het begin van na de zomervakantie of na de kerstvakantie. En nu komt door het hele jaar heen komen er nieuwe kinderen bij. Dus je komt hoe dan ook, kom je in een soort rijdende trein terecht, waar iedereen zijn weg weet naar het 10 uur bakje en de plasketting. Plasketting? Ja, de kinderen, als je dan de klas uitgaat, dan moet je een ketting meenemen. Nou ja. En dat er geen wc-papier op een kleuter-wc hangt. En dus dat je ook niet even een snotneus kan afvegen. Nou, er zijn zoveel dingen en dan ben je aan het zoeken. En je denkt, waarom legt niemand me dit even uit? Maar dat komt omdat iedereen aan het survivalen is. En het ook niet per se opvalt dat jij daar nieuw bent. Want er komen continu nieuwe ouders. Hey, wat is de tip die hier in dit boek staat, die jij van tevoren graag had geweten? Ik denk,
dat wat ik het meest geleerd heb, in ieder geval sinds ik zelf een kind op de basisschool heb, is dat je wel zelf, ondanks... De basisschool voelt een beetje als een soort black box of zo. Hè? Je gooit je kind erin aan het begin van de dag en aan het eind krijg je hem weer uit. En dan, nou, vraag je hoe was het? Leuk. Wat heb je geleerd? Of weet ik niet. Dus je weet eigenlijk niks. Dat je toch, ondanks dat het een black box is, dat je toch binnen dat systeem wel de ambassadeur bent van je kind. En dat je er zelf voor op moet komen als er toch iets aan de hand is. Ja, daar mopperen die leerkrachten ook allemaal over. Dat die ouders allemaal zoveel mee praten. Ja, en we kregen ook willen. Wel de kritische vraag vanuit de onderwijshoek van... ja, maak je ouders niet nog assertiever met zo'n boek? Maar ik denk dat als je een beetje beter weet wat je te wachten staat... dat je volgens mij die assertiviteit die komt voort uit onzekerheid. En als je wat dus meer begrip hebt voor de andere kant. En want het is ook, we hebben ook een ode aan de juf-hoofdstuk. Er zijn natuurlijk ook heel veel mannen in het onderwijs, maar toch wel vooral bij de kleuters veel juffen. We hebben veel lof voor die leerkracht die we ook graag willen ondersteunen. Nou, ik vond het heel grappig om zo even. Ik heb het niet helemaal van A tot Z gelezen, want ik heb geen kinderen. Maar ik wil grappig ook die anekdotes die je zelf erin brengt. Er zit ook BN'ers in, de onvermijdelijke BN'er toch wel. Maar ook wel, denk ik, bedoeld dat iedereen ermee te maken heeft. Hè? Ja, van Prinses Laurentien tot Ruud de Wild en Bracht van Doesburg en Jandino Asperati. Die vertellen ook inderdaad hun eigen ervaringen daarmee. Maar ook een heleboel andere ouders, hoor. En ook als je kind anders is. Als je een kind hebt met Down, gaat die dan ook naar een gewone basisschool. En de labels komen natuurlijk voorbij. Van de ADHD tot de hoogbegaafdheid. Dat zijn natuurlijk... En we hebben dus nu de melkfabriek en nu deze. En blijf je dan dit soort opvoedboeken schrijven ook? Nou, wat ik lastig vind is dat... het gaat wel in toenemende mate over wie je kinderen echt zijn. Als je ook persoonlijk schrijft. En bij de melkfabriek maakt dat niet veel uit. Want een baby is tamelijk neutraal eigenlijk. Maar bij dit boek merkte ik al dat je er niet aan ontkomt. Om dan ook persoonlijke dingen over je eigen kinderen te schrijven. En dan met name over Magnus, mijn oudste. En dat is natuurlijk aan hem om te beslissen in hoeverre hij dingen op den duur over zichzelf in de openbaarheid wil brengen. Okay. Dus ik denk dat het misschien wel een goed moment is om dan te zeggen, nou, dit staat. De melkfabriek, de schoolfabriek. En ik weet niet of er nog een fabriek komt. De schoolfabriek, geschreven door Eva Munnik en Sophie van den Enk. Hartelijk dank en succes met alles wat je doet. 1, 2, 3.